Twee maanden geleden zaten ze hier al aan tafel, de mannen van De Verleiders, om te praten over hun jongste toneelstuk, Door de Bank Genomen. Een succes inmiddels. Uitverkochte zalen, ze staan een week in Carré. Nu zijn ze terug bij ons, want ze zijn vanaf vanavond niet alleen meer acteurs, maar ook actievoerders. Over een paar minuten starten zij hier aan tafel het burgerinitiatief waarmee zij willen bevechten dat er een debat in de Tweede Kamer wordt gevoerd over het gedrag van banken, met name over het gevaar van geldcreatie. Aan tafel de mannen, Leopold Witte, Victor Leu, Tom de Ket, Pierre Bokma en Jos van Houts. Woordvoerder? Van Houts. Ja, van Houts. Van Houts. Was bij vorige, in vorige termijn ook al zo. Ja, van Houts. Ja, ja, ja. Van Houts. Van Houts. Toen ging het nog echt over toneel. Maar toen had je al een drift, George, van nee, er zat al bijna een politicus aan tafel. En nu word je actievoerder. Jullie worden actievoerder. Wat is er gebeurd? Nou, door wat wij brengen op het toneel is het publiek verbijsterd en geschokt. En blijkt ook dat het allemaal waar is wat wij zeggen. En komen ze na afloop naar ons toe met wat kunnen we doen? Er moet iets gebeuren. Want nu we dit weten, kunnen we het niet meer net doen of we het niet weten. Okay. Er moet iets gebeuren. Eén stap terug voor de kijkers die jullie nog niet gezien hebben en ook onze vorige aflevering niet. Ja. Wat stellen jullie aan de kaak? Wat is die openbaring die zich op het toneel voltrekt? Oké, wij stellen aan de kaak de geldcreatie door private banken. Dat wil zeggen, hoe denkt 99% van Nederland dat het geld werkt? Dat we spaargeld brengen naar de bank en de bank leent dat spaargeld uit aan de mensen die het even nodig hebben. Nou, zo gaat het helemaal niet. Het spaargeld kun je helemaal buiten beschouwing laten. Bijna helemaal. Als je inkomst wilt u even uw handtekening zetten. Ja. Op het moment dat jij je handtekening zet, typt de bankdirecteur 100.000 euro in op de computer. En dan is dat geld er, opeens. Dus dat geld bestond daarvoor niet, de bank had het niet. Hij creëert daarmee nieuw geld. Jij moet vervolgens, zeg in dit voorbeeld bijvoorbeeld in 10 jaar, met echt geld dit geld terugbetalen. Door waardecreatie. Je moet ervoor werken, je moet handelen. Of iets anders doen. Mm-hmm. En dan ga je in rente op rente op rente misschien wel 1,5 ton terugbetalen aan de bank. Voor die ton die de bank helemaal niet had. Die ton die niet eens bestond. Nou, dat is, zo gaat het al, schrik niet, 300 jaar. Mm-hmm. Dus wat Nederland denkt dat de staat, de Nederlandse bank, over het geld gaat, dat is niet waar. Die maken maar 5% van de geldhoeveelheid. Alleen het munt- en papiergeld. De commerciële private banken, die gericht zijn op winst maken, bepalen de geldhoeveelheid. En dat is, hebben we de afgelopen jaren gezien, levensgevaarlijk. En toen dachten we, oké, toen was er die crisis. Toen werd er goed gedrag beloofd, hè, van alles en nog wat. Er werden commissies ingesteld, maar jullie hebben daar helemaal geen vertrouwen in. Nee. Het is een groot... Ja, het moet aan de kaak gesteld worden. Ja, en wel zeer manifest. Het staat niet op de agenda. Het staat niet op de agenda in de Tweede Kamer. Dat is het doel. Mm. Met name omdat de mensen het willen. Dat is precies wat George Nou, aardig is dat in, ik geloof in november was het, hè? In Engeland. In Engeland. Voor het eerst in rond 100, 1,5 eeuw, 170 jaar. Voor het eerst besproken is in parlement. En toen waren parlementsleden allemaal verbijsterd. Dat ze dat niet eerder hadden. Dat is ook echt wel. Dat op YouTube ook. Ja, ja, ja. Kijk, dus geweldig. Why didn't we know this? Ja. This is an outrage. Ja, jongens, maar dit is toch eigenlijk altijd aan de hand. We zijn de euro ingegaan. Dat is ook nooit een serieuze financiële discussie. Waar jullie het eigenlijk over hebben is, mag je met z'n allen nou wel steeds zoveel schuld maken? Ik maak er bezwaar tegen dat we zo. Burgers doen dat. Mensen hebben ook 8 keer hun inkomen gelegd. Wacht even, misschien Jort. Dom hebben ze gedaan. Wacht even, Jort. Ik wil je even bijpraten op financieel gebied. dan zal ik me inhouden door je niet te corrigeren. Dan moet je zo weg. De moeilijkheid is, wat ik net vertelde, als de bankdirecteur dat intypt op zijn computer, doet hij twee dingen. Hij schept aan de ene kant een ton nieuw geld en aan de andere kant een schuld van jou aan de bank een van vordering. Die ton. Ja. Een vordering. Dus, dit impliceert, er is geen geld zonder dat het tegelijkertijd schuld is. En dat is het grote gevaar. Omdat er ook nog eens rente over betaald wordt, moet die geldhoeveelheid steeds blijven groeien. Omdat er in de toekomst, door de rente, nooit geld genoeg is om de lening van dit moment morgen terug te betalen. En dat is het grote gevaar. Waarom wil de Kamer de politiek hier niet aan? Branden ze hun handen er liever niet aan? Weten ze omdat het niet? Omdat zij het meeste schuld maken van allemaal. Nee. Omdat er op elk Kamerlid 14 lobbyisten van de bank zitten. En de hele informatie wordt gesteund en wordt gevoerd vanuit de banken. Mm-hmm. Ja, er is nog een belangrijke reden. Er is maar een hele kleine elite, 0,001%. Thomas Piketty, de man over capital in the 20th century, die heeft er al over geschreven. Die hele kleine elite, de aandeelhouders van de grootbanken, die hebben er baat bij. En dat is het ultieme machtscentrum in de wereld. En die hebben er alle baat bij dat het systeem blijft, wat 300 jaar
eigenlijk vrij willekeurig zo ontstaan is, zoals het nu is. En wij moeten daar allemaal met z'n allen, de hele westerse wereld, maar ook China, ook Rusland, eigenlijk voor bloeden. Omdat het overal op deze manier gaat. Wat maken jullie mee na afloop van de voorstelling? Jullie zeggen, we spelen die voorstelling, er is rumoer in de zaal. Na afloop raken we niet uitgepraat. Kortom, jullie raken een open zenuw bij heel veel... Trillende handen. We hebben dit aan de lijve ondervonden. Pierre overkomt in het toneelstuk met de afdeling bijzonder beheer, die die hele zaak van hem eigenlijk ript, is ons ook overkomen. Gewoon geëmotioneerde mensen. Terwijl het een gezond bedrijf is. Terwijl het een gezond bedrijf is, een waarde van 2. Mag ik even naar de politiek? Burgemeester, u zit hier voor een heel andere zaak, maar u luistert. Kent u dit stuk? Nee. Maar ik ga het absoluut zien, want het vorige over vastgoed vond ik geweldig. Dus ik kom kijken. Kent u dit probleem? Die elite, ja. die eigenlijk die hele weinige mannen en vrouwen die de dienst uitmaken? Wie niet? Ik wil alleen, het enige is, ik wil het niet nuanceren, want ik vind dit is veel te krachtig. Maar ik kom natuurlijk ook wel bankiers tegen in mijn functie. En een zieker waarvan ik denk, jij hebt helemaal geen snars geleerd. Je gaat gewoon verder op de oude voet. En ik kom er ook tegen die hiermee worstelen. Okay. Dus ik hoop dat je die weet te veroveren. Ja, maar nog is het heel erg belangrijk, hoewel bankiers af en toe met een brancard de zaal uitgedragen moeten worden, omdat ze onwel worden van onze inhoud. Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat we het niet hebben over mensen die bij banken werken. We hebben niets persoonlijks tegen bankiers. Wij hebben het over het systeem dat totaal uit de hand is gegroeid en wat voor zoveel ellende zorgt. Je bent actievoerder, Pierre. Ja. Heb je dat ooit gedacht? Ja hoor, ja. Opgehoopt in ieder geval. Ja. Het is eigenlijk ik ben het geworden, heerlijk. Ja. Ik heb het gevoel dat George er het meest van weet. Ja. Maar de materie is zo onwaarschijnlijk complex. Ik probeer ook wel eens die pagina's te... Heb jij een adviseur? Heb jij een klein forumpje om je heen? Nee. Nee, ik ben gewoon een burger die is gaan lezen. En alles wat ik heb gevonden staat op openbare websites. Het systeem van de geldcreatie is net door de Bank of England op de voorpagina van hun website gezet. Mm-hmm. Van ja, we moeten het toegeven, zo gaat het. Maar dat is heel lang goed gegaan. Hè? Daar hebben we best wat welvaart aan te danken. En dat verhaal van, dat zijn allemaal particuliere aandeelhouders. De grootste particuliere aandeelhouders zijn de mensen die hier allemaal in de zaal sparen bij hun pensioenfonds. Dat zijn de aandeelhouders. Dus het is niet meneer Rothschild of meneer weet ik wie, of Abladikum of Wassenaar. Nee, dat zijn gewoon jij en ik die een pensioentje hebben. Dat zijn de aandeelhouders. Nee, maar helemaal niet aandeel van de grootbanken. Dat zijn toch de jongens die aan het tuitje van de ballon zitten. Maar noem ze even ballon, dan. Wie zijn dat dan van ING? Nou, wie zijn dat dan van de Rabo? Rabo heeft honderdduizenden belanghebbenden. Maar dat zijn toch de puppets? Dat zijn die jongens die en dan onderen, wil ik ook vragen, als jij nou een lening aan iemand geeft van 100.000 of van 10.000, vraag je dan rente of zeg je dan... In principe hoeft dat helemaal niet. Waarom? Als je het renteboek van Greber leest over 9.000 jaar rente of 5.000 jaar rente, zie je dat het heel lang niet hoefde. Mm-hmm. En het is onder vrienden. Kijk, ik heb vorig jaar, toen het even misging met me, 2 jaar geleden, heb ik van Leopold 10.000 euro geleend. Mm-hmm. Hartstikke goed. Dankjewel nog, Leopold. Heeft u nog niet terug? Heeft u nog niet terug? Maar Leopold, gaat daar onder vrienden, vraag je geen rente daarover. Dat snap ik natuurlijk. En dan vindt er geen geldcreatie plaats. Ja. Want dat is gewoon... Maar wel geldverlies, want het is een heel klein beetje inflatie. Dus Leopold is armer geworden. Dat moet je ook herkennen. Nou, de inflatie is bijna deflatie geworden. Waar het in principe over gaat, is dat dit systeem de economie instabiliseert. Maakt. Ja. En dat ontwricht de samenleving. Maar dan ben ik het ermee. Vergrote ongelijkheid. Maar even geen misverstand. Ik ben naar het stuk geweest vrijdag. Geweldig stuk. Kan ik iedereen aanbevelen. Niet alleen de burgemeester. Vastgoedstuk ook fantastisch. Iedereen moet kijken. En waar het om gaat wat mij betreft is, jongens, we kunnen niet de hele dag maar geld creëren wat er niet is. Dat doen de overheden op groot schaal. Dat doet Europa. De ECB gaat weer even 1.000 miljard de markt inpompen. Maar dat dus ik teken het initiatief van harte. Want laten zullen we dat hebben. Dan eens officieel gaan doen? Er is een site waar we ja. www.burgerinitiatief.onsgeld.nu. Nee, die punt moet er tussen uit. Sorry, www.burgerinitiatiefonsgeld.nu. Oké, Jort. Ik word de eerste. Zijn we aangesloten? Als vertegenwoordiger van het kapitaal, dachten we. Ja, zeker. Zijn we aangesloten? Mag ik Jort even zien op het scherm? Teken het burgerinitiatief. Hier is de site. Ja. We klikken die vast aan en dan komt er een schermpje te staan waar alvast wat gegevens zijn. Dan moet ik mijn eigen naam intikken. Nou, dat kan nog, dat zal meevallen. Ja. En dan gaan we stemmen. Ik ben niet met alles eens, maar ik vind het goed initiatief. Juist. De eerste is binnen. Als jullie de 40.000 hebben, 40.000 mensen die meedoen, dan moet de Kamer het agenderen. Ja. Stel, ja. De Kamer agendeert het, 3 kwartier hamerstukje wegwezen, nooit meer over praten. Dan weten we hoe onze regering op dit soort dingen reageert. Dit is de nette wijze.
Vervolgens kunnen we nog oproepen tot een landelijke hypotheekstaking. Dat kunnen we doen als we even met z'n allen 3 maanden niet betalen. Ja, oké. Okay. Kijken of ze... Niet opmaken, hè? Niet opmaken dan. Gewoon even apart houden. Kijken hoe ze dan reageren. En daarna, dan hebben we alles op de nette manier geprobeerd. Dan is het klinkers uit de straten, op naar de Zuidas en revolutie. Sjors, tot nu toe acteur. En volgens mij ook een beetje leader van deze pack. Ja, ja. Maar hier zit toch een aspect... Ik weet niet bij welke partij... Ben je van een partij eigenlijk? Van ja, maar dat is helemaal de verkeerde partij. Ik ben al 30 jaar lid van D66. En ja. D66, ja, die zit met tot zijn elleboog in de reet van de banken. Dus, ja. Dus daar moet je niks meer van hebben. Nee, moet je eigenlijk weg. Word je politicus? Nee, maar ik ben er al 25 jaar over aan het twijfelen. En ja, dan ben ik de vrijheid kwijt om lekker op het toneel te roepen wat ik wil. Maar misschien moet het ervan komen, omdat ook de toekomst van mijn kinderen mij aan het hart gaat. Tom, morgen... Ik denk hier meer invloed hebt. Misschien. Door deze misschien. Door het laatste, morgen bijzondere voorstelling op de Nederlandse Bank. Precies, ja. Dat op hun verzoek? Op hun verzoek, inderdaad. Dat is iets heel bijzonders. En zij willen graag dat wij dat daar gaan spelen. En dan is ook Klaas Knot aanwezig. Die gaat met ons praten. Na vanavond over, ook. Nou ja, waarom niet? Want het is een open instituut. Het is Lons eigenlijk. Hij is morgen toch werkloos als je doorgaat. En daar zien we erg naar uit. En het, ja, ik vind het een hele eer. Jongens, het burgerinitiatief is hier aan tafel gestart. 40.000 stemmen. We houden het natuurlijk zelf ook in de gaten. Als het zover is, dan treffen we elkaar. Hallo, voor 10 uur vanavond. Nou, als het voor de uitzending zover is, dan laten we het weten. Ik weet het niet. Dan moet je geen mensen zeggen. Want dadelijk denken mensen, ze hebben het al. Ja, oké. En ik zeg, camera's, als het in de behandeling wordt genomen, dat het geen hamerstuk wordt. Dat lijkt me. Jongens, jullie gaan nu naar Nieuwe Lamar. Jullie gaan verspelen. En we gaan nog naar Carré. Weet ik. Van, wat is 17 tot 22 maart. En er zijn nog een paar kaarten. Niet te geloven. Ja. www.burgerinitiatiefonsgeld.nu. Daar kan vanaf nu getekend worden. Ik dank jullie wel. Ja.